Yo YouTube, hey Sid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we doen wat ik 2 dagen geleden aan jullie had gevraagd in de video. Dus laat altijd in de comments een paar goede uitvluchten erachter. Ik wil graag een paar goede redenen. Omdat ik eigenlijk nog geen 1 week heb gehad op school waar ik niet te laat ben gekomen. En ja, fucking shit. Als ik nog 1 keer te laat kom, leg ik waarschijnlijk buiten. En ik had jullie dus gevraagd om smoesjes neer te zetten in de comments. En omdat ik die zo hard nodig heb, gaan we die nu even beoordelen. Dus we gaan door de comment sectie, door de meest gevaarlijke sectie van YouTube. Tegen Marokkanen, kutkind vol met puisten. Die puisten zijn nog mooier dan u gezegd, kutkind. Nu nog eens het verwijderen en we zijn van die 2 domme Belgen af. Yo Pieter Post, dat is niet zo vriendelijk. De sectie waar de meeste ziektes aanwezig zijn. En ook schrijffouten. Ik ben Acid en ik zou nog 1 iets willen meedelen met jullie wat wel erg belangrijk is. Hallo, ik onderbreek even de video. Ik zit hier nu dus te editen en ik hoor mezelf zeggen, er komt een belangrijke mededeling. Ik weet niet waarom ik dat gezegd heb. Ik heb daarna gewoon niks gezegd. Ik zei gewoon, er komt een mededeling en dan ben ik gewoon gestopt met praten. Excuses voor de technische onderbreking. Het zal niet meer gebeuren. Dus ik ben Acid en ik zal zeggen, let's fucking go! Ik heb hem gelacht! Let's fucking go! Dames en heren, op mijn mooie kanaal. Het is nodig tijd om nieuwe designs aan te schaffen. Maar daar zijn we mee bezig. Binnenkort volledig nieuwe layout op mijn channel. Hier zien we mijn mooie subjes. En als deze mooie rode knop bij jou nog rood is, klik dan even op subscribe. Oké, okay. De comment sectie. Acid, fix that hair, man. Ik weet niet welke profielfoto dat is, maar ik hoop dat... Toen moet jij eens je hoofd fixen. Oh, shit! Het is een grapje, oké? Het is een grapje. In deze video had ik jullie dus gevraagd wie jullie smoesjes wouden achterlaten. En ik ben hier nu eens aan het doorscrollen en er zijn er fucking veel. Dus dat is een goed teken. Je president worden en school verboden. Maar holy shit, er is dus een van die nieuwe talen die ik bedoelde. Ik weet niet wie Nata is. Ik weet niet wie president is. Oh, het boeit mijn ex. We hebben een paar goede Gucci smoesjes nodig. Beste excuus ooit. Kijk, hij zit een YouTube video. Mijn aars is op 7 plaatsen gebroken. Oké, dat kan je op zich wel zeggen. Je kan zeggen dat je kont gebroken is op 7 verschillende plekken. Maar het probleem is, ik heb echt al 1000 keer gezegd dat ik gevallen ben met mijn fiets. Terwijl ik niet eens met mijn fiets naar school ga. En die shit werkt niet meer. Dus ik kan niet echt zeggen dat ik iets heb gebroken. Want ja, kijk, het is al te veel gebeurd. Dan zie ik hieronder staan, het is kut man, sterkte. En dan, Reinhold Gijs, je bent echt teringdom. Comment sectie is echt een slagveld. Als je zelfvertrouwen wil verliezen, dan moet je daar iets inzetten en... Snap je? Nee. Comment sectie is niet goed voor zelfvertrouwen. Mijn fietsketting lag eraf. Dat heb ik ook al 1000 keer gezegd. Dan wrijf ik altijd mijn handen aan een ketting van een fiets die op school staat. En dan kom ik helemaal gestrest binnen in dat schoolding. Mevrouw! Mevrouw! Mevrouw, holy shit. Ik was naar hier aan het fietsen en mijn ketting valt er ineens af. En what the fuck? Dan laten ze je meestal wel door. Maar dat heb ik ook al gewoon zoveel gedaan dat het niet meer werkt. Ga naar de kapper, man. Dit kan echt niet. Mijn haar, waarom zoveel haat op deze plukjes? Ik weet niet eens waar zo ergens aan mijn haar. Gewoon lang, en het is een beetje wild. Het lijkt op een vogelnestje of zo, ik weet het niet. Maar het is wel nice, het zit lekker warm in de winter. Mijn kat is gestorven. Weet je wat er echt is gebeurd? Mijn grote, dikke kat, die kanker had, die is overleden. Even een minuutje stilte. Het is erg, maar ze is op een betere plek nu. Bullshit, dus hier was het veel chiller. Hier zag er iemand vuurwerk check door de politie. Ja, dat niet echt gaan werken, maar ik heb wel al eens gezegd dat ik gecontroleerd was door de politie op drugs. Dus ik zag zo tegen die mevrouw die aan het onthaal staat van mijn school. Er waren politierapsjes en ik was gecontroleerd en ik heb een uur moeten staan en ze hebben alles gefouilleerd en ze hebben gecheckt of ik drugs bij had. Die mevrouw achter het onthaal zegt, oké, ja, ze geeft mij een groene stempel. En daarna zegt ze gewoon, ik hoop dat ze iets hebben gevonden. En ik stond daar echt zo van, mevrouw, mevrouw, ze beschuldigde mij gewoon dat ik drugs bij had. Toen dacht ik 10 kilo coke bij had. Dat was gewoon een fucking zware beschuldiging. En ik wist niet echt wat ik moest doen. Dus ik stond daar echt zo van. Ja, deze mevrouw heeft dus ook slechte seks gehad deze nacht. Dan ben ik gewoon weggegaan. Maar what the fuck? Doe je haar in een staart. Het staat mooier zo. Oké, dat gaan we even doen. Oké, het is geen staartje. Het is een flapje. Oké, let's try this again. Zieke palmboom. ik ga het gewoon zo laten voor de rest van de video. Het doet me niks. Okay. Ik ben gestopt met school. Lol. Dan kan je natuurlijk ook zeggen, gewoon naar school gaan. En als ze zeggen van, hey, je bent te laat. Kom hier met je agenda. Dan draai je gewoon om.
Mevrouw, ik ben gestopt met school. Haha. Dan wandel je gewoon door naar je les en dan zijn die mensen daar zo mindfucked dat ze gewoon niet weten wat er gebeurt en laten ze gewoon doorlopen. Moet wel werken, denk ik. Is Nathan Rost. Ten eerste. Mijn naam is met een H hier tussen, dus ja. Ah nee, ik ben geen ginger. Mijn haar wordt gewoon oranje door die camera of zo. Ik snap het ook niet zo goed. Maar oké, mijn haar is gewoon bruin. Kleur van poep. Scheer je kat kaal. Dat is de randomste comment die ik ooit heb gezien in heel mijn leven. Dat zou ik echt wel eens willen doen, eigenlijk. Perfecte excuus. Ik had diarree. Werkte altijd. Als je diarree hebt gehad, en ik weet dat ik heb dat eens gehad, en ik ging op de trein, en ik moest kakken, en moest er nog naar school, dus ik had diarree op de trein. Dan kom je op school, en dan wandel je echt zo binnen. Helemaal samengeperst, maar je kont naar achteren zat er nog uitlopen, denk ik. Dan is alles gefuckt. Je lijkt ginger. Dat is niet zo! Ik ben gewoon bruin. Zeg gewoon, mijn trein stond in brand. Ja, of gewoon zeg dat mijn trein was ontploft, maar dat ik er op wonderbaarlijke reden toch uit ben kunnen kruipen. Sinds wanneer is Nathan Ross? Ik ben gewoon ginger. Als je te laat komt, moet je zeggen dat je je kleine teen hebt pijn gedaan. Dan vragen ze sowieso op school om je kleine teen even te tonen. Dan toon je je kleine... Uitvlucht. Ik was porno aan het kijken. Het was zo'n goede porno dat je even nog je porno moest uitkijken en... daardoor heb je gewoon je fucking trein gemist. Het was zo'n goede porno. Je moest even blijven doorzetten. Dus dames en heren, als jullie nu dat ik president word, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. 25.000 likes ben ik president of zo. Gaan we presidentiële staptocht doen door Antwerpen. Naakt. Dus, ik ben Acid. Tot morgen met een nieuwe video. Ja. Ik weet niet hoe dat ik hier ben geraakt, maar what the fuck, what the fuck. Oh, holy shit. Wow. Haha. Adios, bitches.